Hoe zit het met het water, de grond, de groenten? Op de resultaten van het Federaal Voedselagentschap is het nog even wachten. En daarom hebben we zelf stalen genomen, laten analyseren en de resultaten voorgelegd aan toxicoloog professor Tietgat. Anvrom. Iemand van een gespecialiseerde firma haalt op onze vraag rioolwater boven om straks te testen op giftige stoffen. We bevinden ons op zo'n 150 meter van de plaats van de ramp. En ook de slaaf van Jurgen moet eraan geloven. Zijn huis staat op een kleine 200 meter van de ramp. Die cerkens, hebben die opengestaan? Of? Ja, die hebben opengestaan. Ah, ja. Nou, normaal zien doen ze toe, maar toevallig. Maar ze zijn dan toch allemaal wegsmeten ook. Nou, als je geweld moet, moet je er stolkens van pakken, zoals als je een kropveld mee hebt. Gewoon een hele krop. Nee, nou, pak maar mee. Dat is niet meer te betrouwen, pees ik. En als derde staal nemen we nog wat Wetterse grond mee. Op dit moment vertrouwt Jurgen het zaakje niet. We zullen afwachten of dat het onderzoek uitbrengt. Ook. En, ja, misschien als het wat geregend heeft of zo, en het gras nog een keer gemaaid is, dan misschien dat het weer veilig is. Na 24 uur waren vanmiddag de resultaten van de testen binnen. Dit labo in Antwerpen is gespecialiseerd in hoogtechnologische metingen. Sinds de ramp wordt hier 24 uur op 24 gewerkt. We hebben de vier stalen onderzocht op de componenten acrylonitrile en water en cyanide. Acrylonitrile was de component die aanwezig was in de tankwagen. Dat is een vaak gebruikte grondstof in de scheikundige industrie. Herkenbaar voor een breed publiek naar eindproduct. Denk aan plastic van een motorhelm, denk aan plastic van bouwblokjes voor kinderen enzovoorts. Met dat eindproduct is nooit iets mis, dat moet duidelijk zijn. Maar dus die bouwstenen die kunnen inderdaad zeer giftig zijn, zeker wanneer ze komen te ontbranden, wat hier gebeurd is, omdat we dan ontbindingsproducten krijgen. En die ontbindingsproducten van acrylnitril, de meest notoire is dat waterstofcyanide, dus het blauwzuur dat men kent, zeer giftig, snelwerkend. Denk aan de gaskamers van vroeger. Hè. Mensen werden vergast door een acute blauwzuurintoxicatie. De resultaten voor de sla waren eigenlijk negatief. Dat is eigenlijk positief nieuws, want dat wil zeggen dat de component niet teruggevonden werd op het slamonster en op de grondstalen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat ook zo is voor alle andere groenten die in de buurt zijn. Dus dit gaat echt specifiek over dit ene staal. We mogen dit niet veralgemenen naar de hele omgeving. Het rioolwater was positief. Dat wil zeggen er werd 60 microgram per liter aan acrylonitrile teruggevonden. Hetgeen natuurlijk geen goed resultaat is, want in feite mag het niet aanwezig zijn in het rioolwater. Maar we moeten natuurlijk in acht nemen dat de riolen reeds werden gespoeld en dat het dus toch nog werd teruggevonden. Het is verontrustend op zich, omdat het er niet mag zijn. Dus we kunnen dat niet goed praten. Dat moet echt normaliseren naar nul. Maar deze concentratie is ook niet van aard dat je zal verwachten dat mensen echt acute irritatie en vergiftigingsverschijnselen gaan hebben, dat hun adem lijkt afgesneden. Ik zou zeggen, als het beperkt blijft tot een eenmalige blootstelling aan deze 6 microgram per liter, zal er waarschijnlijk echt niks negatief uit voortvloeien. Maar stel u voor dat je dat niet verhelpt, hè, en dat je praat over een herhaalde blootstelling, ja, dan zit je in een ander scenario. En dan weten we voor deze stof niet altijd goed wat eigenlijk procentueel het risico is, of het extra risico bijvoorbeeld op longkanker.